Hallo allemaal, ik ben Laura en vandaag neem ik jullie mee op ontdekking in het Sophia Kinderziekenhuis. Zelf ben ik hier vaak geweest toen ik ziek was. Ik wil jullie graag laten zien hoe het ziekenhuis eruit ziet. Kom, laten we samen een kijkje nemen. We beginnen bij de grote ingang. Hier melden wij ons aan, bij een grote computer. Deze geeft aan waar wij naartoe moeten. Heel handig. Vandaag beginnen we bij de prikpolie, waar bloed geprikt wordt. De aardige mevrouw bij de balie vertelt ons dat wij nog even moeten wachten. Soms duurt het wel even. Gelukkig liggen in de wachtkamer kleurplaten en potloden om mee te tekenen. Soms kleur ik een regenboog of Olly de olifant. Het maakt de wachten zoveel leuker. Als ik geprikt moet worden, vind ik dat erg spannend. Maar ik mag bij mama of papa op schoot zitten. Dat maakt het een stuk fijner. Na het prikken mag ik zelfs een speeltje kiezen. Kijk eens hoe leuk. We gaan nu langs de dokter. Ook hier is een aardige mevrouw bij de balie die ons ontvangt. Zij vertelt ons dan waar wij kunnen wachten. In deze wachtkamer is een klein speelhuisje en een grote bank voor mama en papa. Mijn broertje en ik spelen verstoppertje of spelen familietje. Met de dokter bespreken wij de uitslagen. Hij vertelt dan heel goed wat er aan de hand is. Dat vind ik fijn. Na het spannende bezoek gaan we naar de speelkamer. Er zijn spelletjes, speelgoed, fietsjes, knuffels, puzzels en nog veel meer. Het is net alsof we in een speelgoedwinkel zijn. En dan is de kamer van de fysiotherapeut. Die heeft allemaal leuke oefeningen die voelen als spelletjes en die zorgen dat ik weer groot en sterk word. En als allerlaatste het klaslokaal. Ja, echt waar, een klaslokaal in het ziekenhuis. Toen ik ziek was en niet naar school kon, kreeg ik hier les. Dank jullie wel dat jullie met mij mee zijn geweest. Ik hoop dat jullie zo een beter beeld hebben gekregen van het ziekenhuis en wat hier gebeurt. En nu gaan we terug naar jullie klaslokaal. Doei!